Kijk, op de foto lijkt het altijd een hele afgrond, maar dat valt dus wel mee. Het schijnt dat die door drugskartels zijn ontvoerd. We zijn dus in Mexico City. Vet leuk. Ja. Want we zijn niet helemaal tevreden over onze garderobe. Of dan moet je op je neus afgaan, ja. Je reisneus. Ja, of dan moet je... We zijn in Oaxaca. We hebben de nachtrust weer overleefd. Ja, ging echt super snel voorbij. En we gaan nu lekker wandelen naar het hostel. Even pauzeren hoor. Het is best wel zwaar. We moesten omhoog lopen met die tassen. Maar goed. Wel een schattig straatje. Hier, we zijn in Oaxaca. Welkom in Oaxaca. We hebben vannacht de nachtbus genomen. We hebben best wel prima geslapen in de bus. Ja, we zien er misschien wel een beetje verlept uit. Want we zijn zo uit de nachtbus gerold. Dus sorry. Oaxaca de Juarez is de hoofdstad van de deelstaat Oaxaca. Er wonen 265.000 mensen. Het is een middelgrote stad in Mexico. Tot nu toe ziet het er echt al super gezellig uit. We hebben een beetje rondgelopen vanmorgen. En we hebben echt super leuk ontbeten ergens. Ja. En verder hier, je kan dus leuk door het stadje struinen. Er zijn allemaal leuke marktjes. En in de buurt is één leuk uitstapje wat we gaan doen. En verder gaan we een beetje chillen. We 4 nachtjes hier en we nemen jullie weer mee. Het is nu 1:00, dus we zijn al een tijdje aan het wachten tot we de kamer in kunnen. Maar dat is geen straf op het dakterras van ons hostel. Vet mooi uitzicht over de stad. Dus we gaan hier nog even hopelijk nog maar een uurtje wachten. Free walking tour. Free walking tour. Maar nu doen we een keer niet de vroege, maar de eind van de dag. Dus om 4:00 moeten we bij een of ander theater zijn. Dit wordt de 4e free walking tour. En daar betaal je dus niet voor. Maar je geeft wel altijd fooi aan degene die de tour gedaan heeft. En dat verschilt heel erg. Vorige keer hebben we 100 peso per persoon gegeven. Dus dat is 4,50 per persoon. Maar we geven ook wel eens meer of minder. Hangt een beetje vanaf hoe leuk we het vinden. Dus ik ben benieuwd. En heel toepasselijk zijn we nu in de regen onder de paraplu's. We zijn even lekker taco's aan het eten. En we hebben net biertjes gedronken op een dakterras met 4 mensen, 4 Nederlanders die we ontmoet hebben bij de Free Walking Tour. Het was heel gezellig. Goedemorgen! Het is weer een nieuwe dag. Het is super lekker weer. We hebben vanmorgen weer even onze was weggebracht, want het was weer nodig na het strand. We konden het nu niet bij het hostel brengen, dus we hebben het nu gewoon bij een wasserette weggebracht. En we gaan nu even ergens ontbijten. En dan gaan we even op zoek naar een autoverhuur. Want we willen dus naar een soort van waterval hier vlakbij, maar dat is best wel lastig om daar met OV te komen. En we willen eigenlijk niet met een tour. Dus we gaan kijken of we een auto kunnen huren. En we hebben gisteren 2 Nederlanders ontmoet en die willen misschien wel met ons mee. Dus dan kunnen we de kosten delen. Verder gaan we een beetje de stad verkennen vandaag. Zo, we hebben een autootje gehuurd hoor. In het Spaans, dus dat was wel een uitdaging. Volgens mij is het gelukt. We kunnen hem vandaag om 5:30 ophalen. Dus dan kunnen we morgenochtend vroeg op pad. Nu gaan we nog even wat boodschapjes doen voor de lunch. En dan gaan we vanmiddag even lekker chillen bij het hostel op het dakterras. Even lekker relaxen. De hele binnenstad van Oaxaca staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. En dat is ook echt wel te zien, want het is echt heel mooi. Super schattige straatjes, mooie gebouwen. Nou, echt super leuk stad tot nu toe. Oaxaca is ook de hoofdstad van demonstraties en protesten. En zoals je kan zien staan daar allemaal tentjes en slapen mensen dan 's nachts. Soms zetten ze ook hele straten en wegen af op de weg naar het vliegveld om aandacht te krijgen. En recent is er ook een groot protest geweest omdat er een bus met studenten, 43 studenten, die is gewoon verdwenen. En de bus is wel teruggevonden, maar de studenten nog niet.
En het schijnt dat die door drugskartels zijn ontvoerd. Maar ja, er wordt door de overheid daar niks aan gedaan. Dus komen de mensen op stand en die gaan hier dan demonstreren en protesteren dat er iets aan gedaan moet worden. Wat ook wel grappig is om te vertellen over Awaka, dat alle gebouwen hebben kleurtjes. En daarom staat dat ook op de wereld UNESCO erfgoedlijst. Dus je mag niet zelf de kleur van je huis bepalen. Dus als je een huis nieuw bouwt of je wil je huis schilderen, dan moet je naar de gemeente toe en die kennen dan een kleur toe. En in dezelfde straat komt hetzelfde kleur nooit twee keer voor. Dus zoals je hier ziet, ook dit zijn allemaal andere kleuren. En nooit hetzelfde. Het is wel lekker kleurrijk. Lekker springhanen. Maar die hebben we in Azië al een paar keer gegeten, dus dat gaan we hier niet ook doen. Nu zijn we op de andere markt. Dit is meer de markt met eten. Nou, brood hebben we in ieder geval gevonden. Nog meer brood. Brood, 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 brood. Wat ook wel leuk is om te vertellen over Awaka, is dat het grote plein wat daar is, daar hebben ze dus een aantal jaar geleden hebben ze daar een McDonald's-vestiging geopend. Maar de lokale bevolking was er echt heel erg op tegen. Dus hebben ze 3 maanden lang recht voor de deur van de McDonald's zijn ze gewoon eten gaan verkopen van die lokale steentjes. En uiteindelijk is hij weggegaan. Maar daarom hebben ze nu wel een beetje iets tegen de kleuren rood en geel. Want we liepen gisteren bij de Free Walking Tour langs een huis, dat was helemaal rood geschilderd. En dan de poorten eromheen, die waren geel gemaakt. Maar dat deed men dus heel veel denken aan de McDonald's. Dus hebben ze dat gebouw in de brand gestoken. Nou, ons eerste huurautootje. Zo, we hebben er onze ziel voor moeten verkopen. Wat een papierwerk. Auto huren voor een dagje, maar goed. Nou Chico, eerste metertjes. Kom op hè. En we zijn gelijk in de file. Goedemorgen, Oaxaca. Het is 7:30. We zijn even lekker een ontbijtje aan het maken in de keuken. En we gaan om 7:30 gaan we de deur uit. Want we willen op tijd naar de waterfall. En een eitje bakken in hostels is altijd een drama, want de pannen zijn altijd helemaal verrot. Nou, we zijn een mooie route aan het doen. Oh, nou, even een tegenliggertje. Zijn we goede weggetjes hoor. Oh, je kan het uitzicht misschien niet super goed zien, maar het is echt wauw. De Franse Alpen zijn er niks bij. Nou echt. We zijn heel vroeg, maar dit is de spot waar iedereen die foto maakt. Nu zijn er nog niet zo heel veel mensen, maar volgens mij als je hier laat komt, dan stikt het van de mensen hier. En moet je gewoon keurig in de rij staan voor een foto. Nou, dat gaan wij natuurlijk ook even doen. Kijk, op de foto lijkt het altijd een hele afgrond, maar dat valt dus wel mee. Als je valt, ga je niet dood. Nee, het is super hoog. Het is heel hoog, het is heel hoog. Ja, ze noemen deze waterval eigenlijk niet degene die je daar ziet. Ze noemen ze de druipende kaars. En ze zeggen dat dit water, dit is allemaal, komt uit een natuurlijke bron van hieronder. En dat het warm zou zijn, dat het 25 graden zou zijn. Dat is het niet, maar het is ook niet super koud. En er zit heel veel calcium in het water, waardoor dus die waterval lijkt op een druipende kaars. Kijk die kaars druipen. We zijn bij de, wat zeggen ze, grootste boom ter wereld? Dikste boom ter wereld? Dikste boom van Mexico. Dikste boom van, ja, ze zeggen ter wereld, maar wij zeggen van Mexico. Zo, de huurauto is weer veilig ingeleverd. Met,
Hi Mibo! Hi Mibo! Proost jongens! Proost! We zitten in een lekker guur tentje. We hebben net lekker biertjes gedronken en we moesten snel terug de was ophalen, want die was maar tot 7 uur open. En toen kwamen we hier om 6:30. Toen was ze er natuurlijk niet. Heeft Stef heel knap dat Spaanse nummer gebeld en in het beste Spaans uitgelegd dat wij er nog stonden. Ja. En toen is ze weer teruggekomen. We zijn echt ergens beland ineens. We waren op zoek naar eten en toen roken we iets heel lekkers. Toen zijn we daar gewoon op afgegaan. Of dan moet je op je neus afgaan, ja. Je reisdeus. Ja, of dan moet je reisdeus. Ik heb de overste lievelingsgerecht besteld. Ik ben benieuwd. Zo, we hebben net echt vet lekker gegeten daar. Ja. Het was echt een heel leuk tentje. En we gaan nu nog even door de stad lopen. Even kijken, want Oaxaca schijnt een heel leuk avondleven te hebben op straat. Dus misschien kunnen we weer even ergens dansen. Dat zou echt superleuk zijn. En we hebben 2 meter gelopen en we komen nu al wat leuks tegen natuurlijk. Deze agent neemt zijn werk heel serieus. Wij zijn weer terug in de kamer. En we hebben echt een super leuke dag gehad. Leuke dingen gezien, veel indrukken. En nu is het tijd om naar bed te gaan. Bas en Fleur, bedankt voor de gezellige dag. Zeker. En tot morgen weer. Tot later, doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, het is weer een mooie nieuwe dag. Het is echt een heerlijk temperatuurtje. We zijn nu op weg naar Doña Vale. Dat is een streetfood tentje die is bekend van de Netflix-serie Streetfood. Want die hebben een aflevering in Oaxaca gemaakt. En die schijnen echt super lekkere memela's of zo te hebben. Dus daar gaan we nu ontbijten. Ik denk dat het heel druk is, want volgens mij is ze sinds op Netflix geweest is echt super populair. Maar we hebben alle tijd, want verder hebben we niet zoveel plannen vandaag. Dus hopelijk zijn ze lekker. Oké, we zijn dus op de meest lokale markt die ik ooit gezien heb, denk ik. En het zit hier ergens. En we lopen al een tijdje rond, maar we kunnen het niet echt vinden. Jezus, we hebben het gevonden. Eindelijk. Lekker bekkie. Heerlijk. Lekker bakje koffie erbij. Kommetje koffie. We gaan er zo nog één nemen, denk ik. Ja. De tweede ronde. Ik ben voor de extra spicy gegaan. Dus ik ben benieuwd of ik dat aan kan. En Stef, hoe pittig was de pittigste? Heel pittig. Ja? Je gaat nu een beetje dood van de spices? Ja, ik ben nu aan het blussen met chocomel. Tenminste, volgens mij is het pure cacao met water. Zo, we hebben de rest van de middag even lekker gechilled. Lekker rustig aangedaan. Daar waren we even aan toe. En we gaan nu eten en een drankje doen met 2 andere Nederlandse vloggers. Dus, wel grappig. En we gaan een lokaal gerecht eten, hopelijk. Onze eerste mole. Mole negro. Nou, cheers! Goedemorgen, Becky. Goedemorgen. We hebben een reisdagje. Ja. We pakken vandaag de bus naar Mexico City. En we zijn nu even aan het ontbijten hier en de vlog aan het uploaden van Puerto Escondido. Maar dat gaat allemaal niet zo lekker, maar goed, dat is niet zo erg. Ah, ik schrik me dood, man! Oké. Ochtendworkout, wie het eerst boven is. Matt is super blij, want hij heeft een nieuwe fles gekocht van Nick en Lisa. Yay. En hij doet het heel goed, dus we gaan afscheid nemen van de blauwe die we al heel veel gebruikt hebben. Aangekomen in Mexico City. En we gaan nu proberen in het centrum te komen. Of met OV of met taxi, we gaan even kijken. Oké, we gaan toch met de OV. Dus we gaan nu een boleto kopen. We zijn dus in Mexico City, vet leuk. Ik vind het echt super leuk om hier te zijn, want vroeger had ik een keer aardrijkskunde les gehad over Mexico City en toen was ik echt onder indruk van de stad en nu zijn we er gewoon zelf. 9 miljoen mensen wonen hier met. 9 miljoen. Dat is een hoop. Dat is echt heel veel. Dus hopen dat een van deze 9 miljoen mensen ons niet wil beroven. Je hebt hier speciale stukken op het station en speciale coupés die alleen voor vrouwen en kinderen zijn. Best wel heftig dat het dus blijkbaar nodig is. Nou, we zijn gewoon in de stad. Dat zie je, dat lijkt toch helemaal niet zo nu.
Zo, we zijn het voor 22 cent de neus naar, van het busstation naar het... Naar... Het de appartement waar we nu zitten. Ja. Maar dat was wel ongeveer 3 kwartier reizen. Ja, dus dat kostte geen drol. Echt de goedkoopste transport tot dit. En we hebben echt een hele chille, ja, wat is het? Huisje, ja. Appartementje, een keukentje hier. Een bed, waar je u tegen zegt. 2x2 bed. Badkamertje. Nou, wat willen mensen nog meer? Dus we gaan nu even spullen uitpakken, eten en dan denk ik even chillen. En morgen komt de surprise guest. We gaan even naar onze special guest. We gaan naar Victoria. Die hebben wij ontmoet 2 jaar geleden in Myanmar. Daar hebben we bijna heel Myanmar samen mee rondgereisd. En die woont in Amerika en die zei, als jullie in Mexico City zijn, laat het even weten, dan kom ik daarheen. En dat heeft ze nog echt gedaan ook. Dus ze zit in een hotelletje verderop, dus we gaan nu even langs. En ik moet nog even vertellen wat we van Oaxaca vinden. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het superleuk. Ik vond het echt een superleuke stad. Echt heel karakteristiek. Mooie gebouwtjes, leuke straatjes, veel te doen. S'avonds veel te doen. Lekker eten ook. Ja, Oaxaca is echt een aanrader. Het is ook qua temperatuur wel chill. Het is overdag gewoon lekker warm, maar het koelt wat meer af. En heerlijk eten, leuke tentjes, super veilig. Allerlei ja. Leuke dingetjes op pleintjes en muziek overal. Nee, echt een superleuke stad. Ja. We hadden er zeker nog veel langer kunnen blijven. Ja, inderdaad. En tot nu toe vinden we Mexico City ook echt superleuk. Dus eigenlijk hebben we een beetje spijt dat er maar 2 nachtjes hier zijn. Maar dat ja, kwam zo uit met vliegen en zo. En dat hadden we van tevoren niet kunnen weten. Dus moeten we nog een keer terug. Zeker. Hi, you're not hard. It's in 2 years. Wat gaan we doen, Matt? We gaan shoppen. We gaan gewoon even naar wat winkels kijken, want we zijn niet helemaal tevreden over onze garderobe, allebei. Dus we gaan gewoon even kijken of we iets beters kunnen scoren. Van shoppen word je hongerig. Zo, we hebben lekker even door de stad gewandeld vandaag en geshopt. Nu gaan we weer meeten met Victoria en haar vriend en dan gaan we even drankje doen. Dus dat wordt gezellig en dan gaan we ergens eten en morgen gaan we alweer door. Dus we zijn niet heel lang in Mexico City. Maar goed, dit deel van Mexico City waar we zitten, hoe heet dit stadsdeel? Condesa. Condesa is wel echt super leuk. Ja, echt heel leuk. Ik denk dat het wel wat duurder is. Parkjes zijn mooi, je kan super veel leuke eetentjes. Iets minder backpack budgetvriendelijk, maar voor ons voor even... Ja, eigenlijk 1 dag is het even prima. En wij genieten hier ook echt. Wij vinden het echt superleuk. Ja. We hadden prima langer kunnen blijven. Zeker. Maar goed, het is niet anders. Het is weer tijd voor taco's. Matt is al over zijn buikje aan het krabbelen, omdat hij honger heeft. Victoria, say hi to the Netherlands. Hi. Hola. Zo, net lekker gegeten. Nu is het alweer tijd om in te pakken. Morgenochtend moeten we vroeg naar het vliegveld. Als je het weer ingepakt. We hebben het iets anders moeten inpakken dan normaal, omdat we morgen gaan vliegen. Dus dan moeten we altijd daar goed over nadenken. Outfit, blakka. Iets te weinig money in mijn zakken. Allebei helemaal het zwart. Matt, waar zijn al jouw spullen? Waarom is jouw tasje zo klein? Ja, weet ik niet. Ik heb het elke keer als ik inpak dat ik weer denk dat het weer kleiner wordt. Wordt steeds minder, hè? Ik denk dat we allemaal dingen kwijt zijn, maar dat we het nog niet doorhebben. Missen we het ook niet. We gaan nu lopen naar Victoria, haar hotel. En dan pakken we vanaf daar een Uber. Lopen naar de gate. Mandatory airport beer. Cheers. We zitten niet bij elkaar. Matt zit helemaal daar. Oh, Matt zit bij de nooduitgang. Ja hoor.